Amsterdammertje van het jaar. Die titel gaat morgen naar een Amsterdams kind dat iets doet voor een ander. De 9-jarige Alexei maakt kans omdat hij zijn gehandicapte tweelingbroer helpt. En Annika van 10 haalt geld op voor de voedselbank. Annika woont in Amsterdam-Noord. Haar juf en klasgenoten hebben haar opgegeven voor de verkiezing. Annika is aardig en ze kan goed organiseren. Ze heeft een actie georganiseerd voor de voedselbank. Ik vind het tof dat ze dat gedaan heeft. Ik vind Annika dapper. Ze is slim en kan goed hockeyen. Door haar is de wereld weer een stukje beter geworden. En daarom hebben we haar genomineerd voor Amsterdammetje van het jaar. Ik heb voor de voedselbank een sponsorloop georganiseerd. Dat was een sponsorloop die bij de avondvierdaagse hoorde. Ik heb een beetje van match. Bij Annika op school hadden ze een keer voor kerst eten en drinken opgehaald voor de voedselbank. In dit soort kratten. En dat bracht Annika op het idee. Ik ben al een keertje langs geweest om voedsel te doneren. En het voelt voor mij, toen ik terugging naar huis, toen dacht ik echt, dit voelt goed. Ik woonde vroeger in het centrum en dan kom je hier. En de eerste 2 jaar heb je meteen al iemand die in je klas die echt allemaal dingen doet voor mensen. En die dus gewoon op tv is. Ik vind het wel knap, want ik zou dat niet zo durven eigenlijk. Knap, dat zijn er naast Annika nog 9. Een van deze kanjers wint morgen de titel Amsterdammetje van het jaar. De organisatie vindt het belangrijk dat er zo'n verkiezing is voor kinderen, vertelt organisatrice Chantal Deken. We willen kinderen laten zien dat je door iets kleins, wat voor sommigen misschien heel gewoon is, dat het heel bijzonder kan zijn voor anderen. Er is ook een jongetje die helpt zijn broertje, omdat hij zich alleen maar dingen kan doen die kinderen van 1 kunnen doen. Annika heeft het over Alexei uit het centrum van Amsterdam. Zijn tweelingbroer Maxime heeft het syndroom van Down. Alexei helpt hem met van alles. Maar dat vind ik ook wel heel aardig, want hij zich er niet voor schaamt. Nou, schaam me helemaal niet. Ik wil een voorbeeld zijn voor kinderen die een broer of zus krijgen of hebben met Down-syndroom. Hij is ouder, 5 minuten ouder. En in zijn hoofd is hij 1 jaar. Het is makkelijk om te zeggen wat hij wel kan dan niet, want hij kan heel veel meer. Een normale broer kan al alles. Nou leert alles en dan kan hij alles. Maar hem kan ik nog niet leren. Wat leer je hem allemaal? Voetbal spelen, handje geven, ik haal hem uit bed, geef hem te drinken. Marina, de zus van Alexei, heeft hem voor de verkiezing opgegeven. Omdat hij echt heel veel doet voor ons broertje en hij helpt mijn moeder heel erg en mij. En ik ben heel trots op hem en daarom vind ik dat hij Amsterdammetje van het jaar moet worden. Het blijft tot morgen spannend wie het wordt, maar 1 ding is zeker, de winnaar is een top Amsterdammer.